Die hebben ook handen tekenen. Welkom. Even tegen jullie wil zeggen, want ik heb ze al wat ingefluisterd, burgemeester, want ze moeten meedoen met de openingsact. Ze zijn er nu alleen natuurlijk voor de prijsuitreiking. Er hebben meer dan 11.000 mensen, 11.600 mensen hebben gestemd op jullie schilderijen. Burgemeester, we zijn bijzonder blij dat u in die nieuws staat in dit prachtige gebied, fase 2 van City Plaza. En Francine die heeft het al gezegd, die heeft met de winkeliersvereniging dat allemaal opgezet en georganiseerd, de leuke prijzen, prachtige schilderijen. En het is eigenlijk de bedoeling dat ik u, voordat u het signaal geeft voor de officiële opening, het startsein wil geven voor de spanning, die gaan we nog even opvoeren. Welke school heeft het grote prijsgebeuren gewonnen? En u heeft bij u, mag u laten zien, jongens en meisjes, kijk eens, een cheque van 3000 euro voor de winnende school. Zo! Hihi. Geweldig! Burgemeester, mag ik u uitnodigen? Dan gaan we, jongens, we gaan met z'n allen aftellen. 3, 2, 1. Van deze kinderen, die konden vandaag helaas niet bij zijn. Maar wij hebben wel met elkaar de prachtige pauw, en er hoorde nog een titel bij die de kinderen hebben bedacht. Trots als een pauw op de City Plaza nieuwbouw. Roze applaus! Ja, geweldig! Meneer burgemeester, mag ik u uitnodigen? Komt u naar voren? Want u krijgt, en ik kijk, doe er fantastisch uit. Eigenlijk was meedoen belangrijker dan winnen, zeg ik dan altijd, als net als de Olympische Spelen. Maar fantastische dingen hebben we gezien. Helaas, voor anderen, er kon er maar één de winnaar zijn. Er is op gestemd. Van harte gefeliciteerd, koningin Beatrix School. Jongens, applaus, geweldig. Jongens, gefeliciteerd, dat wordt feesten vandaag.